Beste mensen, goedenavond. Jullie zult me allemaal wel herkend hebben. Ik ben het, de Gouden Gids. Ik neem heel graag gasten die daar zin in hebben mee op tour door ons prachtige Osterwijk. Stationair draai ik ongeveer 900 toeren. En ik laat mijn gasten meestal altijd kiezen welke tour dat ze willen. En als ze dan zeggen, oh, ga me op die tour, dan kom ik meestal bij mijn favoriet terecht en dat is de Prima Tour. Daar is er in elk geval nog nooit een ziek geworden. Ik raak ook niet makkelijk over mijn toeren. Ik ben echt van alle gemakken voorzien. Zo ben ik bijvoorbeeld altijd mobiel bereikbaar. Ik heb een toestel dat is zo onverwoestbaar dat het zelfs op de vuilnis belt. Daar heb ik lang over nagedacht, mensen. Oh ja. En als mijn gezelschap dat wil, dan maak ik onderweg foto's. En die breng ik dan naar Erik Romanesco of naar de Vlaam. En dan zijn ze met eten naar klaar en dan kan ik ze uitdelen als souvenir. Heb je trouwens ook wel eens meegemaakt dat ze dan bij de fotograaf verdringen? Hebben ze de rolken anderhalf jaar op de toestelken zitten? En dan kruipen ze voor omdat in minder dan een uur ontwikkeld moet zijn. Ik ben trouwens blij dat ik hier op tijd ben, mensen. Het komt in de beste huwelijke voor. En bij ons dus ook. We hadden een beetje mot. Les hadden we er nog over. Toen zaten we onze horoscopen te bekijken. En toen zei mijn vrouw, Bartje, als jij 2 dagen eerder geboren waart, dan hadden wij nog beter bij elkaar gepassen. Maar afijn, wij hadden dus mot. En als dat zo is, dan zeggen wij niks meer tegen elkaar. Dan beginnen we alles op een lijken te schrijven. Zo'n ouderwets lijken. Nou, vandaag 4 uur. Ik was natuurlijk al best wel een beetje zenuwachtig. Ik denk, ik ga gauw even nog een middagdutje doen. Zo tot 6 uur. En dan een hapje eten en een douche pikken, scheren en dan naar een Durendaal. Dus ik geef mijn vrouw het lijken mee. Schat, maakt men om 6 uur even wakker. Word ik om 7 uur uit mijn eigen wakker. Ik was zo kwaad, ik denk, dan geef ik ze op mijn lijken. En daar ligt ons lijken op mijn nachtkastje, staat er. Bartje, schatje, wakker worden, het is 6 uur. Maar ik had het erover dat ik met mijn gasten ontend van mijn Prima Tour gern een hapje ga eten. En dan eindigde je Prima Tour bij het oude Posken door en dan linksaf Willeke den Draaier. Daar heb ik lest wel iets aparts meegemaakt, hoor. Zit er zo'n punker met zo'n hanekam met allemaal kleuren erin? Ton Vermeer kennende is dat al apart. Maar ik kon er niks aan doen, ik kon mijn ogen niet van die hanekam afhouden. En op een gegeven moment begon hij die kerel te vervelen, want hij stooi op en hij komt op men af. En toen zei hij, ik zal het proberen nog te doen. Wat zit jij allemaal te kijken? Mag hier in Oosterwijk niet eens even een broodje eten? Ik zit er wel een beetje ruig uit, maar heb jij vroeger nooit wat geks gedaan? En ik kon het weer niet laten, hè. Ik zeg, nou, ik heb vroeger in mijn wilde tijd één keer de liefde bedreven met je kiep. En nou ben ik bang dat jij mijn zoon bent. Eén keer. Je kunt trouwens lekker eten bij die ton, hè? Soms heet je ook wel eens iets nieuws op de kaart staan. Lest had die hanensoep. Ik denk, dat is iets apart, hanensoep. Dus ik heb besteld, wat denkt u? Kiepersoep met ballen. Maar dan moet ik op mijn tour natuurlijk wel altijd helder kiepersoep blijven eten.
Dus ik zeg tegen Ton, Ton, sorry, maar deze soep die stinkt een beetje naar de alcohol. Ton die doet 3 passen terug en toen zit hij, nou nog Bartje. En dan neem ik de mensen altijd mee richting het gemeentehuis, hè. Dan wachten we even tot het carillon een paar keer gespeeld heeft. En dan kijken we nog even achter hem, de Trouwlandje, om te zien hoe mooi dat centrum van Oosterwijk toch eigenlijk is, hè. En lest stommen er ook weer, zie ik aan de rechtse kant Keesje Nagelen voor zijn winkel staan met heel zijn kop kapot. Ik zeg, wat is Keesje, ben nergens tegenaan gelopen? Een pedaalhemmer of zo? Nee, zei Keesje, het was in de kerk gebeurd. Hij had bij pastoor van buitenen in de mis gezeten bij een eerste communie. Het valt men trouwens op, hè, dat een eerste communie tegenwoordig bekend altijd lesten is. En van buitenen, die doen nog wel zo zijn best, hè. Hij heeft zelfs een nieuwe slogan. Die luidt, als alles van de man mannelijk is... En alles van de vrouw vrouwelijk, dan moet alles van de Heer heerlijk zijn. Kunt u er iets mee, pastoor? Ja. Maar ik had het over die kapotte kop van Keesje, hè. En hij vertelde dat 3 weken geleden was dat hij achter een vrouwke in de kerk had gezeten... En net hem bij knielen was opgevallen dat de vrouwke de rakske in de bilspleet haar zitten. En Keesje denkt, dat kan niet lekker zitten. Dus Keesje wil helpen. En direct over die bank trekt het eruit. De vrouwke draait er aan hem. En de rest kunt er rooien. Ik zeg, Keesje, maar als dat al 3 weken geleden is, dan heeft ze wel heel hard geslagen. Nee, zit hij, want gisteren zat ik weer in de kerk. Dat was voor een crematie. Daar hek het niet zo op, mensen op crematie, hè. Ik ben niet zo'n held, hè. En om mijn eigen dan een beetje flink te houden, dan denk ik altijd, Bartje, laat uw eigen niet kisten en rok niet verstrooid, want alles komt in kannen en kruiken. Maar, nee, ik had het over Keesje, hè. Keesje en de vrouwke knielen weer. En wij denken, zit daar Rukske weer in die een bilspleet. Keesje, er zit daar de buurvrouw van Keesje. En die denkt hetzelfde als Keesje 3 weken geleden. Dus die rekt ook en die trekt het eruit. Keesje denkt, daar komt ie. En die douwen terug. Ja, mensen, is niet altijd makkelijk hoor, die kerk. Ik zeg altijd maar zo, liever dat ik de mis dan dat ik de pastoor stoor. Ik ga trouwens in mijn prima tour ook altijd even over de markt in de pannenschuur. Daar woont Rick Schilders. Kennen jullie die, Rick? Die heeft in zijn tuin een halve Efteling daar gebouwd. Hé, Rick? Dat is ook zo'n handige, ferme vent, hè? Net als ik, hè. Dat komt, wij hebben samen bij de mariniers gezeten, hè, Rick? Mag ik het niet vertellen, Rick? Jawel, ik zal vertellen, daar worden hard gemakt, hè. En wij moesten op een gegeven moment om 6 uur 's morgens in de vrieskou, in ons naki, allemaal opstellen. Ja. Laat ik zeggen, het was zo koud. Wij staan daar in het gelid. Gelid. Komt de sergeant. En die vat ten eerste aan de eerste rij bij zijn borsthaar. En die doet. En toen zit hij. Doet dat pijn? Hij zegt, nee sergeant. Waarom niet? Ik ben marinier. Hij gaat naar nummer 2.
Vat hem met de bakstaar. Zit die doet dat pijn? Nee, sergeant. Waarom niet? Ik ben marinier. Heine nummer 3. Rick. Geen bakstaar. Dus hier is sergeant niet te flauw. Mijn glas valt. Hij zei, doet dat pijn? Nee, zei Rick. Waarom niet? Hij is van mijn achterbuurman. Zo was het toch, Rick? We hadden trouwens ook een ras echt een boerenzoon bij ons in het peloton. En die was toch zo blij bij de mariniers? Die mocht iedere dag uitslapen, zit hij, tot 5:30. En lest ook weer zo gelagen hè, bij die Rick, hè. Komt hij in die grote Volvo, komt Jan rijden, heet je in de kop uit het raam. Dus ik heb mijn ruim kunnen openen en ik ook met de kop uit het raam. Bij het passeren zit hij, hey, Bartje, hij had ook een scheet gelaten, jongen. Hé, Rick. Was trouwens wel vervelend van die aanrijding, Lest, hè, Rick? Hij was helemaal overstuur zonder airbag. Daar heb ik ook lang over moeten denken, mensen. Dank u wel. Ze passen trouwens, die Rick en jullie in, die passen wel heel goed bij elkaar, hè? Lest heeft hij me zelfs een bedgeheim verteld. Zullen we dat mogen hier, Rick? Ja? Ja, het zal moeten, ja. Nou, ik zal het u vertellen, jullie in haakt het koud. En Rick, die had al 2 keer dekens bijgehaald, maar ze haakt het nog steeds koud. En toen zei ze, Rick, als ons moeder het vroeger koud had, dan ging onze pa er bovenop liggen. Toen zei Rick, in, het is 3 uur, ik kan nou dat jullie je pa niet meer bellen. Ik denk dat dat was, Rick. Maar mensen, alle gekheid op een stukje. Al met al heb ik wel een heel gemêleerd publiek op mijn toeren, hoor. Lest was er een gast die vertelde dat je het jaar daarvoor op een wereldreis was geweest. Maar nou was je naar Oosterwijk gekomen, want hij wilde toch eens ergens anders naartoe, zit hij. En een andere gast die vroeg toevallig toen ik met Keesje stond te kletsen, weet je wel, hoe lang dat je prima tour duurt. Ik zeg, een ogenblikje. Zit hij, dankjewel. En bij Sint-Joriske, hè, daar dreigde het helemaal uit de hand te lopen, stonden 2 gasten en die stonden daar een paar ruzie te maken, partij ruzie te maken. Rustiekeriek, pittokkeresk, rustiekeriek, pittokkeresk. Ik het erop af, ik zeg, mannen, westen hier. En toen zit hij, nou, die zegt dat Sint-Joriske rustiekeriek is. En ik weet 100% zeker dat pittokkeresk is. Ik zeg, mannen, rustiekeriek en pittokkeresk, maak toch eigenlijk niet druk, daar zijn toch synoniemen. En een andere gast die heb ik van de verandering is meegenomen naar de openbare bibliotheek. Loopt die gast binnen, zit hij tegen mevrouw Welmers, mag ik van u een frietje met? Dus mevrouw Welmers zegt, meneer, u bent hier in de bibliotheek. Toen zegt hij, mevrouw, mag ik van u een frietje met? En Lest had ik ook hoog bezoek, hè? Daar was ik ook heel trots op. Want een Ivo zelf had van mij naartoe gehoord. En die wordt hem ook wel eens meemaken, hè. Ik denk, nou, dan vat ik de picknicktour. Dan heet je in elk geval weer eens een keer goed, lekker en niet te duur gegeten. En wat denkt hij, is hij bij die tour in een rode mierennest gaan zitten. Dus ik een vlug naar Pieternel Koster zeg, Pieternel, vlug. Ik heb de Ivo bij me en die is in een rode mierennest gaan zitten. Dus we moeten hebben, Bartje, een zalfje of een drankje of een pilletje. Ik zeg, nee, een extra fotorolletje. En dan, mensen, time to say goodbye.
Riet van Kostervuks, die vindt het niet leuk als er over hulli gesabeld wordt. En des maar goed ook, want als we het hier over iemand hebben, is het wel de bedoeling dat er goed gelagen wordt. Begint er maar eens aan, alaaf! Was jouw creatie weer kalde kuriek. Je zag er goed uit en in dat pak ben je zeker fotogeneveriek. Breng een toast uit op ons publiek, gij energieke vent. Of heb jij hier ook weer voor een equivalent? Denk het wel, Jan. Bart, ik wil jou voor jou bijdrage en jouw medewerking graag onderscheiden in de orde van Delkenschat. Het is mijn eer. Ik neem hem mee, want het past niet aan. Oh ja, ik kan niet over jou. Ik kan niet over mijn noot. Gouden gidshoofd. Dankjewel. En Bart, dan willen wij met belangstelling luisteren naar jouw toast aan ons en jouw publiek. Ja. Bedankt, Erik. Zo gebeuren die dingen, hè? Mooi, ze heeft hij gisteren ook aan gedaan. Ja, ik schrik nergens van op bij die Rick. Zullen wij zeggen wat jij gisteren ook gedaan hebt? Oh nee, doe maar niet. Beste mensen, ik toast heel geren en des geen kunst op ons eigen dorp met een cluster strak als gunst. Het is heerlijk door ons Osterwijk te toeren. En daar ook nog lekker over te ahoeren. Een mooier dorp, ik ken het niet, denk. De bossen en de vennen, een waar godsgeschenk. Maar we hebben gezien en mee moeten maken dat we van onze apropos kunnen raken. Zelden is er in een jaar zoveel gebeurd. We hebben gruwelijk gelagen, maar ook veel getreurd. Dat kan zijn bij jou in Oekringske, maar daar in Amerika, dat is ook geen klein dingske. Vorig jaar heb ik het er al over gehad. Dat als alles mee zit, je dat vooral niet onderschat. Want met twee vingers die ene keer knippen, kan er heel veel door uw vingers heen glippen. Dus blijf nou maar lagen, dat is lekker en toe goed. Niks is er mooier toch dan een vrolijke snoet. Blijf toe geluk beseffen. Blijf blij en ook braaf. Dan zeg ik uit de grond van mijn hart, hou we zo. Allah.